Stephen Hawking, een verhaal over vriendschap en zwarte gaten van Leonard Nemoyov, de nieuwe biografie over Stephen Hawking, die zowel zijn wetenschap belicht als zijn persoonlijke leven. Het zit ook in de ondertitel, hè? Een verhaal over vriendschap en zwarte gaten. Leonard Nemoyov schreef twee heel beroemde boeken samen met Stephen Hawking, namelijk Het Grote Ontwerp en een korte geschiedenis van de tijd. En terwijl hij die boeken met hem schreef, werd hij heel close met hem, echt een enorme goede vriend. We kennen Hawking natuurlijk voornamelijk vanwege het genie wat hij was. Maar via Nemoyov maak je eigenlijk kennis met de persoonlijke kant ook van Stephen Hawking. Het was namelijk verder ook een heel innemende man en ook eigenlijk wel een beetje een ondeugende man. Want hij hield bijvoorbeeld enorm van flirten, bijvoorbeeld met de vrouwen die hem verzorgden. En via Nemoyov maak je eigenlijk op een heel laagdrempelige manier kennis met hoe worstelde Hawking met zijn ziekte en hoe droeg die worsteling eigenlijk ook bij aan alle theorie die hij bedacht. Want doordat Hawking echt helemaal in zijn hoofd zat, kon hij nog beter die wetenschap bedrijven. Daarnaast staan er ook heel veel grappige anekdotes in het boek. Bijvoorbeeld dat Hawking per se een soort van wiebelig boottochtje over een rivier in Cambridge wilde maken. Waarvan menig medisch expert eigenlijk zou zeggen van, weet je wat, doe dat anders maar niet. Dus als er nou één boek is wat je graag wil lezen, terwijl je geen enorme natuurkunde knobbel hebt, waarbij je eigenlijk zowel kennis maakt met wat heeft die Hawking nou allemaal bedacht, en wat voor man was het, dan moet je dit boek hebben. Want het is echt een enorm bijzonder portret van iconisch genie.